we hier konden observeren was dat met name als oudere mensen hierin gaan zitten. Nou, het is ook best een klus om er dan weer uit te staan. Daar staan we niet meer op. Dus dat was natuurlijk uiterst grappig, maar je bedenkt ook wel, ja, op een dag ben ik natuurlijk een van die ouderen onder ons. Ja. Dus vandaar dat we bedacht hebben van nou, misschien moet er een variant komen. En dat zijn de tafeltjes en stoeltjes geworden. Die hebben we nu verderop in het park gezet. Ja. Dus loop even mee, dan kunnen we daar ook even kijken. Ja. Nou, van de week nauwts was ik hier s'avonds. Laat, het was donker. Dus ik had de meeste tafels hadden opgeruimd, maar aan twee tafels, of aan één tafel zaten nog twee knullen. Dus die had ik ook als laatste bewaard natuurlijk. Ja. Dus op een gegeven moment toch naar die knullen van ja jongens, ik ga opruimen. Maar leg uit, wat zijn jullie nog zo laat aan het doen hier? En wat bleek nou? Ze waren huiswerk natuurkunde aan het maken. Examenklas HAVO. Mm-hmm. Nou, laatste licht van de telefoon erbij. En zat echt zo voorover gebogen, heel intensief. Dus vervolgens vroeg ik van ja maar jongens, waarom hier? En wat bleek nou, er is hier gratis wifi. Dus op het moment dat ze dat zeiden had ik ook echt zoiets van wow, als dat is wat het bijkomend effect is van tafeltjes en stoeltjes in een park. Ja, ja, hoe simpel kan het wezen? Ja. Wat, oh ja inderdaad, hoe simpel kan het zijn? Letterlijk kreeg ik er echt kippenvel van. Omdat je dan eigenlijk pas in de gaten hebt wat je gewoon aan het doen bent. Ja. Blijkbaar voelt het zo veilig en zo welkom ook. Van ja, natuurlijk, hier mag je gaan zitten ook als je je huiswerk wil doen. Dus we hebben even doorgesproken hoor, over de bibliotheek die zo druk is en noem maar op. Thuis van druk enzovoort. Nou, en blijkbaar zo'n park waar het dan rustig is. Nou ja, zo dus. En, alleen al daarom. Mooi. Ja. Den Haag verwelkomt de gasten. Zit hier natuurlijk op de Loper Oude Centrum. Ja. Nou, dan wil je ook vooral uitstralen van nou, Loper, ben welkom, rust even uit, geniet van die prachtige architectuur hier. Het is natuurlijk in die zin van een nog vrij onbekende plek. Voor de meeste mensen die komen hier met een noodvaart door de straat en zijn op weg naar het station, hebben zij op weg naar het centrum. Maar dit in itself is gewoon ook de moeite waard om gewoon even... Ja. Neem de rust, geniet, leuke winkels en dergelijke.